Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Sims video. Ik ben Amy en zoals altijd vind ik het echt weer heel leuk dat je kijkt. Nou, mocht je niet mijn vorige, maar die video daarvoor nog niet gezien hebben, waarin ik mezelf namaak in de Sims. Allereerst zou ik zeggen, ga die toch nog even kijken. Maar ik ga wel alvast een spoiler geven, want ik ben zwanger van mijn tweede kindje. En ik ben nu 18 weken en inmiddels weten we ook het geslacht. En dat is waar deze video vandaag om draait. Ik ga namelijk een babykamer maken. Ik weet niet of dit zeg maar dé babykamer wordt, want daar ben ik echt nog niet over uit. Ik ben nog helemaal in de Pinterest fase van wat willen we überhaupt? Willen we dat zachter in pasteltinten of willen we het juist kleurrijk? Dat weet ik echt nog niet. Maar in deze video ga ik dus wel een poging doen om de babykamer in te richten. En dan wel met een specifiekere kleur in gedachten. Zoals je kunt horen ben ik een beetje herstellende van een verkoudheid, corona, weet ik het. Maar ja, mijn stem valt zo nu en dan weg, sorry. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, ik ga deze babykamer dus wel in een bepaalde kleurcategorie maken. Jullie gaan die kleur pas op het eind zien, want ik switch straks naar zwart-wit. Waardoor je dus alleen ziet wat voor items ik plaats en hoe het eruit ziet, maar niet welke kleur. En dan op het eind, dan onthul ik het geslacht van mijn baby. Nou, ik weet, er zijn slimmerikken die dit kijken, die denken, ik scroll even lekker naar het einde van de video en dan weet ik alvast wat het wordt. Kun je doen. Ik kan je daar niet tegenhouden, wil ik ook helemaal niet. Maar voor het verrassingseffect is het natuurlijk wel leuk als je gewoon blijft kijken. Dus ik raad je aan dat je dat doet. Oké, laten we lekker gaan beginnen, want ik ben alweer lang genoeg aan het kletsen. En dan ga ik nu mijn spel zwart-wit maken. Ik heb gewoon een random kavel in Newcrest gepakt. Boeit ook niet zoveel, want het gaat dus alleen om de kamer. Ik zal hem ook uploaden naar de galerij, als jullie dat leuk vinden. Oké, en nu moet ik dus de schaal gaan inschatten. En daar ben ik echt zo slecht in. Want ik zit nu in de toekomstige babykamer. Ja, het is niet heel groot. Dus, en volgens mij is dit alweer volledig een heel huis. Dus volgens mij moet hij veel kleiner. Wat ben ik ook aan het doen? Dit is echt zo. Oh. Oh nee, wat ben ik nou aan het doen? Wacht, stop. Oh. Ah. Oké, sorry dat jullie dat hadden moeten aanschouwen. Er zit dus een raam en die zit een beetje meer naar rechts. Het is wel een redelijk groot raam. Het is gewoon wit, gewoon lekker nieuwbouwstijl. Boring wit raam. Oh jongens, ik heb zo geen zin om dan vet lang bezig te zijn met alleen het raam. Dat is echt. Het is ook niet zo spannend. Het is gewoon een raam. Gewoon. Maar dit klopt allemaal niet. Ik denk dat het zeg maar zoiets is. Qua formaat en hoogte. Ja. En ook qua hoeveel ruimte er nog aan de zijkanten is. Dus laten we hiervoor gaan. Nou, dit is het. En op dit moment hebben we dus gewoon een laminaten vloer. En dat gaat ook niet veranderen. Want dit is een huurhuis. Dus ja, een beetje zonde om daar geld tegenaan te gooien. Lijkt me heel frustrerend voor jullie dat jullie nu niet kunnen zien wat voor kleur het laminaat bijvoorbeeld is. Laat ik eerst even lampjes kopen, want anders kan ik het ook niet zien. Matjepa. Waarom ben ik hier nu alweer zo perfectionistisch in? Ik kan het niet loslaten. Oké, dit komt nog beter overeen. Nou, we laten het zo. Oh ja, een deur hebben we ook nog. Gewoon een standaard, boring, witte deur. Ja, zoiets. Maar hij zit helemaal tegen de muur aan, dat wel. En hij gaat inderdaad zo open. Nou, dit is de kamer. Ik denk dat dit qua schaal best klopt. Ik denk alleen dat hij misschien net iets korter is. Het is niet echt een grote kamer. Dit was nogal groot hoor. Misschien is hij zelfs nog iets korter. Ik denk dat dit de juiste schaal is. We gaan daarachter komen. Oké. Oh ja, een kleurtje op de muur. Wat gaan we daarmee doen?
Het kan alle kanten op. Nu zit er een soort, ja, sandy beach heet het geloof ik. Dus een beetje een zandkleur op de muren. Ik weet niet of dat zo gaat blijven. Maar even voor het idee doe ik dat wel. En we willen sowieso aan één muur behangen. En ik denk dat dat deze muur wordt. Want die, ja, ik weet niet, die valt het meest op als je binnenkomt. Ik vind sowieso de behangetjes in de Sims niet je van het. Die zou ik zelf zeg maar niet kiezen. Nee, ik voel hem niet. Ik word hier niet warm van. Dus misschien doen we voor de vorm toch maar... Oh ja, hier heb je ook nog een aantal. Ja, misschien doen we voor de vorm toch maar gewoon een gekleurde muur. In plaats van een behangmuur. Bijvoorbeeld deze kleur. Wat vinden jullie daarvan? Ik heb hier echt veel te veel lol in. Of gewoon alles in die kleur. Dat is ook wel mooi. Nou, ik doe deze denk ik. En dan maken we het wel leuk met dingetjes aan de muur. Wat sowieso waarschijnlijk een van de eerste dingen wordt wat ik ga kopen is een vloerkleed. Want ik hou van vloerkleden. En ik vind dat dat altijd gewoon heel veel verschil maakt. Ik denk serieus dat ik de hele kamer zou kunnen baseren op welk vloerkleed ik mooi vind. Deze vind ik heel leuk, maar ik wou dat die groter was. En op zich ziet het er ook nog niet gek uit. Oh, een vosje. Ook zo lief. Ik heb nog een vloerkleed van mijn zoontje met een leeuw. Die is ook wel schattig. Oké, ik denk niet dat ik hier nu op dit moment uit ga komen. Misschien moet ik toch even eerst verder met de meubels. Ik begin even met de gordijnen. Ik weet niet waarom. Maar dat voelt goed op dit moment. Meestal gebruik ik voor kinderkamers deze gordijnen. Ik denk dat ik dat nu ook ga doen. Perfect. Oké, dit begint al ergens op te lijken. Het lijkt in ieder geval op een babykamer. En over de indeling heb ik al een klein beetje nagedacht. Kijk, je wil het bedje denk ik niet te dicht bij het raam. Dus ik denk dat het bedje ergens in het midden komt. Of het wiegje. Ik denk dat we gewoon een ledikantje doen. Niet een wiegje, want ik wil een co-sleeper. Voor de mensen die echt totaal niet bezig zijn met baby's of kinderen, snap ik dat je af en toe denkt, waar heeft het over? Een co-sleeper zet je zeg maar tegen je bed aan. Daar leg je je baby in en dan kun je 's nachts heel makkelijk voeden en zo. Dus doordat we die hebben, vind ik het minder nodig dat we een wiegje hebben. Want ik verwacht tegen de tijd dat de baby in zijn of haar kamer slaapt, kan die ook in een ledikantje. Wow, dat was even ingewikkeld om niet het geslacht te verhullen. Een commode moeten we ook sowieso hebben. Die hebben we al trouwens. Er is niet echt eentje die daarmee overeenkomt. Misschien... Nee. Maar dat maakt niet uit. Het gaat even om het idee. En we hebben ook zo'n luieremmer. Dus dat past dan weer wel. En ik hoop dat die tegen deze muur past. In de Sims past het sowieso, omdat deze muur ietsjes breder lijkt dan in het echt. Ah, in het echt past het ook wel trouwens. Ik weet niet of dit mooi is. Ik denk dat de kamer toch nog weer wat korter is. Ja, absoluut. Oké, we gaan hem toch weer even verschuiven. Ja, dit is realistischer. We willen heel graag zo'n chille stoel waar je, nou ja, veel tijd op doorbrengt als je kindje niet wil slapen of als je wil voeden of wat het dan ook mag zijn. Dus die komt er sowieso. Misschien niet gelijk, maar wel op termijn. Of zoiets. Ik wil heel graag zo'n teddystoel eigenlijk. Ik hou van teddy. Ja, wat heeft een kind nog meer nodig? Ja, een boekenkast sowieso. Of een boekenplankje. Ja, deze. Die is echt heel leuk. Oh. Oké. Het is nog zo kaal, hè? Ja, in de Sims is het natuurlijk handig dat er speelgoed is. Als je deze kamer daadwerkelijk wil gaan gebruiken. Misschien een grote knuffel. Misschien zo'n speelgoedkist. Oh ja, zo'n speelmat. Maar die leg je niet echt op de kamer neer. Meer gewoon in de woonkamer. Oh, een poes. Is ook lief. Mijn zoontje is echt gek op katten. Dus ik verwacht ook, dat heeft hij van mij. Dus ik
verwacht dat mijn volgende kind dat ook heeft. We hebben ook nog zo'n mooie klamboe, maar dat heb je niet echt in de Sims, hè? Oh ja, deze. Die vind ik ook leuk. Misschien een klein tafeltje naast die stoel, waar je dan de fles op kan zetten en zo. Er moet wel een beetje een smal tafeltje zijn. Maar die heb je niet zoveel in de Sims. En dan leggen we daar wat doekjes op. Of iets. Oh ja, een mobiel. Die hebben we nog niet. Dit plankje is ook wel leuk. Oh ja, deze giraf hebben we ook nog van mijn zoontje. En ik denk dat hij... Ik weet niet of mijn zoontje dat goed vindt, maar... Ik denk dat hij ook wel naar de baby zou kunnen. Ja, 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 ja. Oh ja, hier liggen die doekjes. Of gewoon zo'n bakje met spulletjes. Dat is ook handig. Deze muur is nog wat kaal, hè? Deze trouwens ook. Misschien zo drie van die schilderijtjes ergens. En dan dit boekenplankje hier. Deze iets verder uit elkaar. Oké, ik denk dat ik niet heel veel toe te voegen meer heb. Goeie zin. Ik weet vrij zeker dat de babykamer er niet zo uit gaat zien. Want ja, heel eerlijk, ik vind de mogelijkheden in de Sims best wel beperkt. Vooral qua behang en zo. Ik denk dat er wel wat meer babyspul bij mag komen. Maar dit is in ieder geval wel een beetje qua indeling hoe ik het wil. Zo'n stoel zou ik wel echt willen hebben. En... ja, dat is het wel ongeveer. En ik zou deze kleur denk ik ook niet zo prominent aanwezig maken. Maar ja, dat is voor de reveal natuurlijk wel. Anders snappen jullie alsnog niet wat het nou wordt. Maar laat ik gewoon het met jullie gaan delen. Want ik denk dat het tijd is. Zijn jullie er klaar voor? Oh, wacht, ik heb nog geen lampjes. Zat je even op het puntje van je stoel, hè? Want deze lampen gaan het niet worden. Ik doe even de lamp die er nu hier ook hangt. Want die komt overeen met een lamp in de Sims. En dat is deze, de welbekende IKEA lamp. Oh, dat maakt het wel gelijk een stuk gezelliger. Oké, zijn jullie er nu echt klaar voor? Het is een... meisje! Ik krijg een dochter, ja. We hebben straks van allebei één. Ik kan niet wachten totdat ik mijn dochter in mijn armen heb. Maar ja, nu zal ik gelijk ook even de kamer laten zien in kleur. Zodat jullie ook kunnen zien wat ik nou echt gedaan heb. Dit is het geworden. Ik zou de babykamer ook niet zo roze maken als ik heel eerlijk ben. Althans, vooralsnog is dat niet het plan. Sterker nog, ik weet niet eens of er echt roze in voor gaat komen. Ik denk het wel, maar ik hou ook wel juist van wat meer fellere kleuren. En nou, ik ben er nog niet helemaal over uit. Dus ja, ik ga nog even lekker door met Pinteresten. Ja, ik heb er vooral heel veel zin in. Het is dus ook niet heel lang meer zo dat jullie deze achtergrond zien. De komende paar video's denk ik nog wel. Want zoals ik zei, we zijn er echt nog niet over uit hoe het eruit komt te zien. Maar ja, dan gaat deze hele setup naar zolder. En ik hoop dat ik daar iets knus kan maken. Of misschien een greenscreen of zo. Maar ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie genoeg geduld hadden om netjes... te blijven kijken zonder naar het eind te scrollen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik zal deze kamer ook uploaden naar de galerij als jullie dat graag willen. Dat ga ik natuurlijk nu nog niet doen, want dan kunnen mensen al zien wat het is voordat ik het officieel heb aangekondigd. Maar als jullie dat willen, laat het even weten in de reacties, want dan upload ik hem. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video en... de volgende video zal weer een aflevering zijn van de Te Huur Tot Te Duur Challenge. Daarover gesproken, jullie maken me niet makkelijk in de reacties onder die laatste video. Want ik heb meerdere opties gegeven, maar volgens mij zijn de meningen best wel verdeeld. Dus ook daar ga ik nog eens even goed over nadenken wat nu de tactiek is. Want er komt ook een nieuw uitbreidingspakket aan. Stapel Verliefd heet die.
Het lijkt me ook leuk om daar weer een nieuwe challenge mee te starten. Zoals ik dat nu eigenlijk ook met paardenboerderij en te huur heb gedaan. Ik ben er nog niet over uit, zoals je merkt. Maar ik ga er goed over nadenken en dan horen jullie het natuurlijk. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot in de volgende video.